Hallo Monique, leuk om jou nog even aan het eind van deze dag te spreken. Ik zou zo graag van jou nog willen horen, wat heeft deze cursus voor jou betekend? Wat verwacht je ervan en wat heeft het je opgeleverd? Oké, nou allereerst heeft het mij vandaag ontzettend warme rode wangen opgeleverd. Van nou, alle mooie dingen die we gezien hebben, die iedereen hier gemaakt heeft. De dingen die, nou, die we met elkaar gedeeld hebben. Maar vooral ook ontzettend veel stappen gemaakt op het gebied van borduren. Ik dacht dat ik al best dingen kon, maar ik heb hier nog zoveel dingen bij geleerd. En wil ik echt heel goed worden, dan moet ik ook nog heel veel dingen extra leren. Maar we hebben heel veel gereedschappen gekregen om zelf aan de slag te gaan. En onze eigen creativiteit zijn gang te laten, zijn werk te laten doen. En dat heeft in ieder geval voor ons hier als groep heel veel mooie, leuke dingen opgeleverd. Ja. En wat was voor jou daarin de kern? De kern, help. Belangrijkste wat je hieruit meeneemt, als je één ding zou noemen. Nou ja, wel mijn eigen proces. Ik heb, zonder arrogant te zijn, denk ik dat ik al best heel veel dingen, sommige dingen al aardig onder de knie heb. En toch merk ik dat ik ook in het proces wat ik hier doorlopen heb, vanaf mijn moodboard maken, in mijn eigen opdracht vormgeven, dat ik daar ook weer tegen een heleboel dingen aangelopen ben die mij elke keer weer aan het denken zetten van oké, volgende keer anders. Op dat vlak heeft het mij heel veel gebracht en ik vond het ontzettend leuk om uiteindelijk toch iets te maken wat heel mooi bij mijn moodboard paste. Ja. Waarvan ik denk van, nou, dat hoort bij mij, dat past bij mij. Dat is iets wat ik mooi vind. Leuk, dankjewel. Ja. En wat heeft de groep voor jou daarin betekend? Of het feit dat je dit met een groep hebt doorlopen? Dat je ervaringen met elkaar kon delen. Leuke dingen, maar ook inderdaad de frustratie van, het lukt niet. Of hoe je met elkaar dingen ervaart. Feedback op je werk, ook feedback aan andere mensen kunnen geven, dat vind ik ook erg leuk. En dat zet mij dan ook weer aan het denken over dingen, over mijn eigen werk. Hartelijk bedankt en ik wens je veel succes met de rest van je loopbaan. Dankjewel, jij ook.